Ja, lieve vrienden, ik ben dus thuis en jullie hebben een klein stukje mee kunnen maken dat ik Frodo mee had. Maar, kon niet lang maken. Nee, ik ben een heel klein stukje om geweest, want wie liep er achteraan? Wat denken jullie? Die meneer die nou binnenkomt, Gandalf dus. Ja, die liep achter me aan tot een plek waar die helemaal niet wezen mag. En ik wou eigenlijk de dijk op. Maar ja, dat gaat niet als hij dus achter me aanloopt. Nee, want dan moet ik een drukke weg over, tenminste die 9 van 10 keer druk is. En dan wil ik hem niet onder de auto's hebben, hè? Nee, dat wil ik niet hebben. Nou, en toen heb ik het maar weer teruggebracht allemaal. Frodo ook maar weer naar binnen, ik bekijk het dan maar. En toen ben ik dus even voor mijn Pokémon weg geweest. En ik heb boodschappen gehad. Ik heb ook nog weer een nieuwe loper gehad, zoals die hier op tafel legt. Dan kan ik daar of op de salontafel, kan ik er ook eentje neerleggen. Toch? Ja. Want nou, zoals Carmen die schuift in plaats van verplaatsen, even optillen. Nee, ze verschuift. Dus dat krijg je met ruwe materialen, dat je beschadigingen op je tafel krijgt. En dat wil ik absoluut niet hebben. Nee. En maar haar nou. Nou, en Jack van Zerolo, die ging ook weer aan de gang, want ik heb een secondenlijn. Dus, en ik heb weer voor Frodo en voor Eowyn blik voor gehaald. Dan moet ik eerst die handdoek hier ook kwijt even. Zo, kijk, hier had ik al lijn. Maar, dan hang ik deze er even eroverheen. En dan... die er weer overheen en dan kan mijn handdoek er ook weer overheen. Zo, ook weer klaar. Ja, nou, ik had mijn koopproduct wel mee, dus jullie zijn wel verder mee geweest, ontoer. Even wat boodschapjes ook gedaan. En ja, ik vond het koud, het was niet eens niet zo warm dan dat men had beloofd. Nee. Dus, ja, je krijgt ook zo. Hé, ja, jullie krijgen zo. Hé? Ja. Knorrepot. Hé, je moet... Ja, en toen hield hij ineens op. Hij ging dicht. Ik weet ook niet hoe dat ging. Nee. Oh, mijn batterij is leeg. Nou ja, oké. Toedeledoki. Ja, lieve vrienden. Het is weer de hoogste tijd om zo snel mogelijk naar Dromenland toe te gaan. Frodo die legt al klaar om... ook op de bezem te gaan. Ja, ja, we gaan sapjes naar Dromenland toe. Hé, want we zijn er allebei heel erg moe. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ook jullie van je nachtrust. En graag dat aan de andere kant van de nacht. En weet, God houdt over ons allen wel de wacht. Doei, doei.